De Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen komen eraan. En wat ons nog herinnert aan vorig jaar is het verlies van de regeringspartijen, de selfies in het stemhokje en natuurlijk de beeldbepalende uitspraken van Wilders in een café in Den Haag. Het online gesprek op verkiezingsdag was met recht dynamisch te noemen. Dat politici van Twitter houden is ook geen groot geheim. En veel van hen zien het als een instrument om de politiek zichtbaar te maken en het contact met de burger te onderhouden. Vorig jaar volgden Niels Loeven en zijn collega's het Twittergedrag van ongeveer 4000 gemeenteraadskandidaten. Van 1 januari tot en met 19 maart 2014 verstuurden zij meer dan 860.000 berichten. Zoals politici nu sociale media gebruikten, was het als de bedweterige oom die op verjaardagen constant het hoogste woord heeft en het beter weet. Waar wij eigenlijk naartoe zouden willen is dat je dus op die verjaardag de oom wordt die af en toe een grapje vertelt en ook een luisterend oor heeft voor wat jij te vertellen hebt. Mijn naam is Jelle Drijver en in deze aflevering van de Frank Watching podcast ga ik met hem in gesprek over de uitkomsten van zijn onderzoek. Niels Loeven, werkzaam bij How About You. Niels, van harte welkom. Dankjewel. Niels, je hebt een artikel geschreven op frankwatching.com. Gemeenteraadsverkiezingen, paringsdans van twitterende raadsleden. En nou dacht ik, met de verkiezingen op 18 maart in het verschiet, is het misschien wel leuk om daar eens met jou over te sparren. Wat heb je precies onderzocht? We hebben vorig jaar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, hebben we van ongeveer 4000 kandidaten, raadsleden. Dat zijn mensen die via Twitter in hun Twitter-bio hebben gezegd van, ik ben kandidaat voor de gemeenteraadslid, voor de gemeenteraad, of ik zit al in de gemeenteraad. Die hebben we met z'n allen op een lijst geplaatst en we zijn gaan kijken wat het gedrag is geweest ongeveer 3 maanden voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dus in campagnetijd. Ja, nou lees ik in jouw artikel dat in van 1 januari tot en met 19 maart vorig jaar, dus 2014, toen zijn er 860.000 berichten gedeeld. En is dat alleen op Twitter? Dit zijn alleen Twitter-resultaten, ja. Zo, en daarin heb je een aantal vragen gesteld. Of daarbij hebben jullie een aantal vragen gesteld. Welke vragen zijn dat geweest? Nou, we zijn gaan kijken naar wat de momenten waren dat kandidaten aangrijpen om een Twitterbericht te sturen. Of wat zijn de verhoudingen van de thema's in de verschillende partijen. We hebben dus die groep van 4000 raadsleden hebben we ook nog onderverdeeld per partij. Zodat we, ja, wij noemden ze themaprofielen, per partij kunnen maken, waardoor we in kaart konden brengen over welke thema's praten zijn nou. En zijn dat ook daadwerkelijk de thema's waar partijen zich mee willen identificeren? Ja. En een andere is nog van, ja, welke andere patronen zijn er nog te herkennen? Wat zijn interessante of misschien wel opvallende zaken die wij tegenkomen als we gaan volgen? Gewoon vrij open zijn we erin gestapt. Oké, en als we dan kijken naar die eerste vraag, welke momenten grijpen kandidaten aan om te twitteren? Wat kwam daaruit? Ja, een van de interessante dingen was wel dat op de dinsdagavond, dat een avond was of een moment was waar veel berichten verstuurd worden. En niet toevallig is dat ook de avond van de raadsvergadering. Ah, oké. En merk je ook dat bijvoorbeeld in de aanloop naar de raadsvergadering dat ze dan juist wat terughoudender zijn om te voorkomen dat ze al praten over zaken die nog in de raadsvergadering besproken moeten worden? Nou, we merkten wel dat het zaken waren die zij waarschijnlijk in de raadsvergadering daarna op de agenda wilden zetten. Dus het waren vooral berichten die om nog eens even extra aandacht eraan te geven. In de hoop nog wat ondersteunende reacties te krijgen, waarmee ze eigenlijk hun standpunt bevestigen. Je hebt ze maar wel zaken die al besproken waren in de raad. Ja, dat waren dingen als zorg was toen een groot thema. Dat sinds 1 januari jongsleden naar de gemeente is gegaan. Ja. Dat was toen ook een groot thema dat al langer op de agenda stond. En dat zagen we dus in de aanloop na die dinsdag. En vooral dinsdagochtend of maandagavond zagen we dat al een paar keer extra opduiken. Ja, wat mij opviel in de resultaten van jouw onderzoek is dat er 2 momenten zijn waarop het heel erg rustig werd op Twitter. Het ene moment is iedere zondag. Dus op zondag hebben blijkbaar de politici die actief zijn op Twitter echt een rustdag, hè? Ja. Het tweede moment was de dag na de verkiezingen. Daarna klapte de hele boel in elkaar en werd Twitter in één keer een stuk minder interessant, lijkt het. Ja, misschien wel omdat de buit dan binnen is.
Ja, maar hoe kijk jij daar tegenaan? Want je hebt niet alleen dit onderzocht, maar je houdt je vanuit How About You heel veel bezig met onder andere gedrag op digitaal gebied door overheidsinstellingen, hè? Ja. Hoe kijk je daar dan tegenaan als je ziet dat na zo'n verkiezing in één keer die 4000 profielen die je hebt gevolgd in één keer een stuk minder actief worden? Ja, dat is natuurlijk een zonde. En met name omdat het hier gaat om politieke betrokkenheid. En politieke betrokkenheid is iets van de lange adem. Dus het is niet zoals je met de WK hebt dat je een oranje vuvuzela aan de man wil brengen. Maar het gaat hier over mensen betrekken bij de politiek en maatschappelijke betrokkenheid. En daarvoor is het belangrijk om netwerken te bouwen en met connectie met mensen aan te gaan. Als je dat dus opbouwt in de loop der tijd en je laat dat direct vallen als de stemmen binnen zijn, dan kan je voorstellen dat dat wel op een gegeven moment ook gezien wordt van, oh, nou hebben ze ons dus de komende 4 jaar niet meer nodig. Ja, precies. Terwijl ze die kanalen ook zouden kunnen gebruiken om te laten weten hoe ze vervolgens dan na die verkiezingen ook daadwerkelijk dat beleid gaan uitrollen en waar ze tegenaan lopen. Ja, niet alleen laten weten, maar ook echt daadwerkelijk het gesprek aangaan. Wordt bijvoorbeeld voorgesteld beleid, wordt dat ook gedragen? Of wordt dat een... wat zijn daar de kritiekpunten op? Zijn er misschien zaken die in het beleid wel gedekt zijn, maar op de lange termijn zijn er misschien praktische bezwaren waar beleidsmakers nog niet aan gedacht hebben. Ja, maar je noemt al kritiekpunten. Is dat een angst die leeft bij gemeenteraadskandidaten of inmiddels gekozen dat ze ook kritiek zullen krijgen via de social media als ze ook na de verkiezingen daar actief op blijven? Ik denk wel dat het ook als door veel politici als iets dat erbij komt wordt gezien. En iedereen praat mee. Dat gevoel, dat is wel aanwezig natuurlijk. En ja, er klinken af en toe ongenuanceerde geluiden op sociale media. En wil jij je daar als politicus mee verbinden? Of hoe wil je daarmee omgaan? Dat zijn veel, niet alleen politici denk ik, zijn veel mensen die, of bedrijven die daar online mee actief zijn, wel mee aan het worstelen. Ja. Plus dat je in de politiek ook nog zoiets hebt als politieke gevoeligheid. Ga je je kruid niet verschieten als je nog de onderhandelingen in moet na de verkiezingen. Dat is een ander artikel, maar je hebt een artikel geschreven: social media en gemeenteraadsverkiezingen, strategie in 5 stappen. Zit daar dan ook een soort, ik zou bijna zeggen, after sales in? Dat als eenmaal de buit binnen is, de verkoop heeft plaatsgevonden, iemand is gekozen. En wat komt dan daarna? Ga je daar dieper op in ook? Of heb je daar advies over? Nou, we zijn in dat artikel hebben we wel gekeken van wat kan een politicus nou op de korte termijn en wat kunnen we op de lange termijn doen? En wat kunnen ze op de lange termijn doen? Lange termijn, die is dus meer gericht op die betrokkenheid. Dus ben je niet alleen je inhoudelijke boodschap aan het zenden, aan het roeptoeteren, maar ben je bijvoorbeeld ook geïnteresseerd in wat andere mensen zeggen dat niet direct in jouw campagneplan staat of dat niet direct in jouw verkiezingsprogramma genoemd wordt? Ondersteun je mensen die in jouw doelgroep vallen? Geef je hen een platform of hou je het platform alleen voor jezelf? En dat zijn zaken die we eigenlijk een 5-stappenplan uiteen hebben gezet. Oké, dus voor de mensen die benieuwd zijn naar concreet die 5 stappen en de strategie erachter, kijk even op Frankwatching en gebruik rechtsbovenin het zoekvenster om te zoeken naar 5 stappen en bijvoorbeeld gemeenteraadsverkiezingen. Dan kan het niet missen of je vindt het artikel. En dat heb je samengeschreven met Ewout de Voogd en Aart Paardenkoper. Ja, Aart Paardenkoper. Daar heb ik onder andere ook een mooi stuk van gelezen in een van jullie boeken. Waarin hij het vergelijkt dat de Titanic al op zijn eerste vaart op een ijsberg klapte. En dat tegenwoordig alle schepen zijn uitgerust met een radar. En hij vergelijkt vervolgens social media met een radar, maar dan voor overheidsinstellingen. Dat ze social media kunnen gebruiken om op de hoogte te worden gesteld van wat er leeft bij de gemeente. Omdat het bij de burger. Omdat het vaak als een topje van de ijsberg veel te laat in beeld komt bij de juiste mensen. Ja, het is sociale media is natuurlijk. Je hebt iets zoiets als
Is het vooral dekkend? Is het de publieke opinie? Dat denk ik niet. Maar sociale media zijn wel handig. Zeker voor politici, maar ook voor gemeenten, voor andere overheden. Heel mooi medium om signalen op te vangen. En ieder signaal is er één. En volgens mij is dat ook de crux om in te schatten. Wordt dit nou politiek gevoelig? Wordt dit een groot item voor ons? Wordt het niet een groot item? Kunnen we dit laten gaan? Dat zijn allemaal vragen die daarna komen, maar dan ben je al echt aan het duiden. Ja, tijdig herkennen, omdat anders door het traditionele loggen systeem dat veel te lang kan duren, waardoor het al lang geëscaleerd is. Bijvoorbeeld, ja. Okay. Maar aan de andere kant, nou lees ik een artikel op TNS Nipo, overheid en non-profit. Daar staat bij: lokale politici overschatten het bereik van sociale media. En het staat bijvoorbeeld bij: het is opvallend dat politici denken dat sociale media voor kiezers een van de belangrijkste bronnen zijn. Kiezers maken wel ruim gebruik van sociale media, maar zetten ze maar mondjesmaat in voor het vergaren van politieke informatie. Bijna 9 op de 10, 87% Nederlanders gebruiken sociale media hier niet voor. Slechts 13% doet dat wel. Ja, dan zou je bijna denken, heeft het wel zin om je daar dan als politicus op te storten en om je al die technieken eigen te maken en daar tijd voor in te ruimen als maar 13% het daarvoor gebruikt? Ja, je kan de vraag ook omdraaien. Is dit een kip- en een ei-verhaal? Gebruiken mensen het zo weinig omdat de boodschappen die via sociale media uitgestuurd worden niet interessant zijn? Of wordt het niet gebruikt in het algemeen en dus gebruiken politici het verkeerd? Ja. Kijk, het is een beetje de aanvliegroute. En ik denk dat niet alleen sociale media is niet de heilige graal, maar het is een oplossing. Ja, dit is een middel naast televisie, naast radio, naast de straat op, naast aanplakbiljetten. Ja, het is complementair en niet vervangend. Ja. Ja. Nou zegt ook onderzoeker Peter Kannen van het TNS Nipo, die dat artikel of onderzoek heeft geschreven, onderzoek heeft gedaan. Die heeft een tip aan politici om meer effect te bereiken met Facebook en Twitter. Wees eerlijk, zegt hij. Want ruim de helft van de kiezers zegt in het onderzoek dat ze meer sympathie voor een partij of politicus krijgt als die online ook durft te zeggen dat hij ongelijk had. Geef eens een fout toe, zegt Kannen. Nou ja, dat is heel menselijk volgens mij. Ik denk dat dat niet alleen voor sociale media geldt, maar ook met politici in het algemeen. Heb je meer sympathie voor iemand die zichzelf kwetsbaar soms durft op te stellen? Of niet alleen, en dat is wat wij ook in het artikel zeggen. Werk aan je gunfactor. En dat is dus af en toe je serieuze modus uitschakelen. Die leuke oom op de verjaardag zijn die je luisterend oor heeft. Het draait om de inhoud is zo'n gevleugelde uitspraak die je heel vaak hoort door politici. Maar ook heel vaak denk ik dat het op sociale media niet om de inhoud hoeft te draaien om sympathie te krijgen. Oké, want je hebt het nu over die oom en die vergelijking maak je ook ergens in een van de artikelen. Of in elk geval, volgens mij in dat artikel Strategie in 5 stappen. En daar zeg je, en dat hoor je vast niet, maar ik ben nu gauw op zoek naar dat stukje wat je daarover zegt. Ja, wat we daar zeggen, nou, het heeft, zoals politici nu sociale media gebruikten, was het als de bedweterige oom die op verjaardagen constant het hoogste woord heeft en het beter weet. Precies, dat is hem, ja. En waar wij eigenlijk naartoe zouden willen, is dat je dus op die verjaardag de oom wordt die af en toe een grapje vertelt en ook een luisterend oor heeft voor wat jij te vertellen hebt. En dat is dus een beetje die metafoor die we willen gebruiken om die voor ons gewenste transitie aan te moedigen. Ja, en daar lees je meer over in het artikel Social Media en gemeenteraadsverkiezingen, strategie in 5 stappen. Juist, ja. Oké. Even terug naar het eerste artikel waar we het over zouden hebben, de paringsdans van twitterende raadsleden. Hè, welke momenten grijpen kandidaten aan om te twitteren? Nou, je zei vooral de dinsdag na de raadsvergadering. En welke verhoudingen zijn er tussen de besproken thema's? Ik noemde al de zorg en het sociaal domein dat naar de gemeente ging. Dat was een groot thema. Daarnaast verschilde het ook nog sterk per partij. We zagen bijvoorbeeld dat de PvdA zich sterk op de zorg profileerde. Maar dat D66 zich veel meer als onderwijspartij
profileerde ook op Twitter. Dat zijn dus dingen die wel sterk in de DNA van die partijen zat. Ja. Dus ja, zoals ook de VVD en VVD zich weer op veiligheid en op ondernemerschap profileerden. Ja, maar dat is niet heel verrassend toch, lijkt me. Dat is meer een bevestiging. Ja, ja, maar dat was dus, we hebben die vragen opengesteld. En daar blijkt het wel echt het geval te zijn. Wat op dat moment werd gezegd dat lokale partijen een heel ander geluid zouden maken dan de gevestigde partijen. Oké. Okay. En dat hebben we op Twitter dus niet gevonden. Hmm. Dus het is niet zo dat zij een totaal ander geluid. Het is meer dat zij van alles een beetje. Maar zij profileerden zich niet specifiek op één thema, zoals het verdwijnen van lokale voorzieningen. En nou ben ik benieuwd natuurlijk. Dit was vorig jaar 1 januari tot en met 19 maart. Ben je nou nu in de aanloop naar de verkiezingen op 18 maart ook alweer met een dergelijk onderzoek bezig? En is dat zo, A en B, als dat zo is, kun je er al iets uithalen? Herken je alweer patronen of zijn er veranderingen? We zijn ze niet zo intensief aan het volgen zoals we dat afgelopen jaar gedaan hebben. Maar ik volg zelf op mijn timeline wel wat politici. En dat zijn natuurlijk ook wat andere politici dan de gemeenteraad. Maar daar zien we nog niet heel veel verandering. Misschien is het ook een even gewenning. En misschien ook wel helemaal niet. Ja, dat is het lastige van de toekomst, van voorspellen. De uiteindelijke afloop weet je pas na 18 maart natuurlijk. Liggen er nou, stel jij moet een politicus adviseren in de aanloop naar 18 maart. Liggen er nou echt flinke kansen op social media voor voor Nederlandse politici die ze nu laten liggen in jouw optiek? En daar maak ik weer het onderscheid tussen de korte en de lange termijn. Ik denk dat ook op de korte termijn wel wat laaghangend fruit is wat je zou kunnen plukken. Zoals... misschien is er een heel lokaal thema wat je, of je bent nou bezig met de waterschap of met provinciale verkiezingen. Ik geef het voorbeeld van Alfa aan de Rijn wat we vorig jaar hebben bekeken. Daar ging het over een brug die door een natuurgebied heen ging. En die brug die was onderdeel van een rondweg. En dan kan je je voorstellen dat de VVD daar voorstander van was. Nou, bereikbaarheid was een thema. En GroenLinks was tegen, omdat het door een natuurgebied ging. Maar dat natuurgebied dat grenste aan een industrieterrein. Nou zou je in theorie kunnen kijken naar welke bedrijven zitten er op dat industrieterrein. Via LinkedIn, dat zou je via Google Maps kunnen doen. Vervolgens kun je op LinkedIn gaan kijken of dat welke mensen bij die bedrijven werken. Op die manier kan je lijsten gaan aanleggen van potentiële kiezers die zich verbonden voelen met dat thema. En daar zou het kunnen helpen. Daar zou je dan de interactie mee aan moeten gaan als politicus. Ja, precies. En de vraag is of dat je dat zelf direct moet doen, want dan is het vrij direct. Maar misschien heb je ook wel ambassadeurs in de afgelopen tijd opgebouwd die dat namens jou zouden willen doen. Het is natuurlijk veel krachtiger als iemand anders zegt dat jij een hartstikke goed politicus bent dan dat je dat zelf gaat zeggen. Nou reageert wel Piet Burgering bijvoorbeeld in een van de comments op jouw artikel. Juist marketeers zouden kunnen begrijpen dat na de campagne de activiteit zal afnemen. Na afloop van de WK zie je ook ineens geen oranje shirts meer in de winkel en de inhakers verdwijnen van de advertentiepagina's. Daarnaast, en wat mij betreft ook belangrijk, is politiek een liefde die van twee kanten moet komen. Ik zie helaas ook weinig bewoners / burgers op de publieke tribune bij de raadsvergaderingen. En evenmin veel bewoners die actief meedoen in een politieke discussie. En gelukkig staan heel veel politici juist wel open voor een actieve bewoner in hun stad of dorp. Dus Piet Burgering stelt eigenlijk, ja, waarom zou je als politicus? De burger doet er ook niet heel erg zijn best voor om de interactie aan te gaan. Deze trek ik even op mezelf. Als ik bij mezelf bedenk, ben ik niet heel erg politiek geïnteresseerd. Ik ben daarentegen wel maatschappelijk geïnteresseerd. En wat ik vaak zie is dat thema's vrij politiek worden ingestoken. Terwijl ze, denk ik ook op sociale media, heel, heel mooi ingestoken kunnen worden op de maatschappelijke relevantie. Of wat, en daar heb je weer een factor als initiatief.
Ga jij zelf dingen op de agenda zetten of ga jij aandacht vragen voor projecten die personen zelf al hebben ontplooid? En op die manier kom je wat dichter bij elkaar. Heb jij nog zaken, dingen die je zijn opgevallen in de onderzoeken die we nog niet besproken hebben? Het meest in het oog springende is natuurlijk wel dat we gekeken hebben of dat die betrokkenheid natuurlijk ook wel groeit naarmate 19 maart, dat waren de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, of dat dat uiteindelijk wel weer groeit. En helaas zagen we daar dat ook op de langere termijn, dus na maart, weer op hetzelfde niveau kwam als voor 1 januari. Oké, zonde. Ja, zonde. Ja, dus heel veel interactie gehad, heel veel nieuwe volgers wellicht, heel veel nieuwe contactmomenten of kansen gehad. En dan daarna klapt het weer in elkaar. Dat blijft het meest opvallende wat jou betreft. Ja, en dat is vooral de kans op contact die dan niet of nauwelijks wordt gegrepen. En dat is gewoon zonde. 3 vragen die ik standaard stel in elke podcast. En 1 daarvan is, wat is je favoriete quote en waarom? Ik heb een quote al heel lang op mijn werkkamer hangen. En dat is van René Descartes. 17e eeuw uiteindelijk, toen er nog lang geen sociale media waren. Twijfel is het begin van wijsheid. En waarom vind je dat zo mooi? Omdat zeker als je het op sociale media hebt, zie ik vaak 2 partijen. De ene partij die het heeft over de kracht van sociale media. En dat zijn de echte voorstander, de ambassadeur. En aan de andere kant zie je ook een groep van mensen die er een beetje argwanend tegenover zaten. Dus, en ik hou er wel van om dat soort standpunten altijd daar de waarom-vraag tegenaan te houden. En vanzelfsprekendheden in twijfel te trekken. Want dan juist kom je tot de kern, volgens mij. Wat is je favoriete managementboek of businessboek en waarom? Om even een thema te blijven. De Stichting Politieke Academie heeft een paar maanden terug een boek uitgebracht van meer mensen naar de stembus. En daarin wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld dat je op wijkniveau zou kunnen zien waar je potentiële kiezers zitten. En ik denk dan meteen verder vanuit sociale media, dat je die groep via sociale media weer kunt binden. Of ze een community binding zou kunnen doen. In Amerika zijn ze daar al wat verder mee. Hè? Obama boekte in de Verenigde Staten succes met zijn virale strategie. Door slim gebruik te maken van open data wist zijn campagneteam op het niveau van de buurt, straat en zelfs huisnummer of burgers interesse hebben in de verkiezingsboodschap. Zover lijkt het in Nederland nog niet. De open data die Obama gebruikte zitten hier grotendeels achter slot en grendel. Dat is uit de eerste alinea van social media en gemeenteraadsverkiezingen, strategie in 5 stappen. Hoe lang denk je dat het gaat duren voordat ook in Nederland politieke partijen echt op straat en dus huisnummerniveau weten of mensen openstaan voor de verkiezingsboodschap? Ik denk dat ze dat weten, dat niet zo lang duurt, maar dat het nog wel eventjes duurt om daarop in te spelen. Om daarop durven te in te spelen. Het is natuurlijk wel een vrij grote stap als politieke partijen heel gericht naar je toe komen van jij zit in ons, jij bent een potentiële kiezer voor ons. Natuurlijk iets subtieler dan dat, maar ja. Ik denk dat veel politieke partijen al wel weten ongeveer in welke wijken ze moeten zijn en in welke op straatniveau het zelfs ook al kunnen benoemen. Ja, maar ook online. Het verbaast mij dat ik heb op Twitter, maar ook op LinkedIn, maar ook op Facebook, heb ik volgens mij overal wel in mijn profiel staan dat ik ondernemer ben. En dan het verbaast me dat ik niet nu al gerichte advertenties van bijvoorbeeld de VVD voorbij zie komen over hun speerpunten. Hoe makkelijk is het om online te targeten op interessegebied of op bepaalde termen? En toch wordt daar nog redelijk weinig gebruik van gemaakt, terwijl die data gewoon openbaar is en zeker niet achter slot en grendel zit. Nee, ja, en dat is dus denk ik ook wel een kans die voor veel politici nog wel liggen, ook in de toekomst. En ik zou daar als politie ook nu alvast mee beginnen, want als er dan nieuwe verkiezingen komen, dan heb je in ieder geval een aantal jaren je netwerk kunnen opbouwen. Ja. En als dan de verkiezingen er zijn, dan kun je daar de vruchten van plukken.
Niels Loeven, online media analyst en advisor bij How About You. Niels, enorm bedankt dat je tijd wilde vrijmaken voor dit gesprek. Graag gedaan. Top. Als mensen nou met jou in contact willen komen aan de hand van je artikel of naar aanleiding van dit gesprek, wat is dan de beste manier om dat te doen? Nou, als het vragen zijn waar andere mensen ook wat aan hebben, zou ik het via mijn Twitter doen. En dat is @NielsLoeven met dubbel F. En anders specifieke vragen kun je me altijd mailen op niels@howaboutyou.nl. Top. Niels, nogmaals enorm bedankt. En we spreken elkaar in de toekomst vast nog een keer over toekomstige onderzoeken. Ja, lijkt me leuk. Aan al het goede komt een eind, zo ook aan deze aflevering van de Frank Watching podcast. Smaakt het naar meer? Dat kan. Ga dan naar frankwatching.com/podcast of zoek het woord Frank Watching op iTunes, Stitcher Radio of TuneIn. Dat kan haast niet missen, maar kom je er toch niet uit? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons dan weten via Twitter op @JelleDrijver of @FrankWatching. Ben je enthousiast geworden? Schrijf dan een leuke review op iTunes of Stitcher Radio en maak kans op het boek Brand Expedition van Martijn Arets. We verloten maar liefst 10 gesigneerde exemplaren onder de eerste 100 reviews. Volgende week dinsdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Abonneer je gratis en ontvang hem automatisch op je smartphone, tablet of desktop. Meer informatie vind je op frankwatching.com/podcast en meer informatie over mij op jellendrijver.nl. Dat was hem voor nu. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.